Peter Beens is weer even in Nederland. Gisteren in Oostenrijk, je blijft aan de rijden toch? Wel gezellig natuurlijk. Een beetje werk in het buitenland, een beetje in Nederland. Het is altijd leuk. Ja. Ja. Wanneer ga je weer terug dan? Februari gaan we weer naar Oostenrijk met de Krokus. Ja, gezellig. Zien we elkaar daar ook nog weer? Ah, gezellig, gezellig. Ja. Maar het laatste nummer, vertel er iets over. Het is een nummer met een hele zware inhoud eigenlijk, best wel. Ik bedoel, ik heb het kort in de familie meegemaakt. Alzheimer is een hele belangrijke, helaas, ziekte die in Nederland voorkomt. Een beetje ondergeschoven kindje eigenlijk. En ik vond het eigenlijk best een heel erg mooi item om een keer een lied over te maken. Ja. En ik denk ook om de aandacht te vestigen op dat de mensen meer aandacht eraan moeten besteden. En we hebben de Alzheimer Stichting erachter gekregen. Dus het is eigenlijk een boodschap naar de mensen toe. Ook een hele pakkende tekst. Ja, dat is ook de bedoeling geweest. Ik bedoel, je moet, als je de tekst hoort, moet je begrijpen waar het over gaat. En dat is redelijk goed gelukt. Ja. En Frank Verkooyen heeft ook weer ontzettend zijn best gedaan om er een gigantische mooie productie van te maken. Ja. Je blijft hem gewoon altijd trouw. Ja, ik bedoel, luister, dat gaat hartstikke goed met z'n tweeën. En we begrijpen elkaar goed. Dus ja, waarom zou je dan veranderen? Ik ben altijd iemand die trouwens een baasje is. Dus nee, dat gaat prima zo. Nou, succes. Dankjewel.